Het ziekenhuis is een levensgevaarlijke plek voor 65-plussers. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 ouderen het ziekenhuis in slechtere conditie verlaat dan dat ze erin kwamen. Ze raken tijdens hun opname ondervoed, uitgedroogd, lopen een ziekenhuisinfectie op of vallen uit bed. Maar een van de grootste bedreigingen voor de oudere patiënt is een delirium, ook wel aangeduid als delier. Een acute verwardheid waarbij de patiënt hallucineert en angstig wordt. De gevolgen kunnen zeer ernstig zijn. De kans op dementie is na een delier 12 keer zo groot. 40% van de ouderen die een delier doormaakt, sterft binnen 2 jaar. Het is een epidemie. Dus echt op dit moment in Nederland is een delierepidemie en die zal alleen maar toenemen. Zembla onderzoekt wat Nederlandse artsen en verpleegkundigen doen om een delier te behandelen. En wat er wordt gedaan om deze acute verwardheid bij patiënten te voorkomen. Dag mevrouw. Ja, mevrouw. Hallo. Ja. Hoe gaat het met u? Ik heb een hoop binnen. Ja? Aardig. Ja? Ja. Kunt u mij zeggen waar u bent op dit moment? Nou, dan moet ik wachten. Wacht u even. Ja, ik wacht even. Ik ben dokter Kalesvaart. Wacht u even. Dokter Kees Kalesvaart is geriater. Dat is een speciale arts voor kwetsbare ouderen. Hij probeert contact te maken met een van zijn patiënten. Het lukt niet. De hoogbejaarde vrouw is onrustig en totaal verward. Ze is in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking. Een gesprek is onmogelijk. Mevrouw heeft een delier. Een delier is een acute verwardheidstoestand. En dat is een plotseling verandering van hoe mensen zich voelen, hoe ze zich gedragen, wat ze zien en eventueel denken, uitgelokt door een operatie of door een medicatie of door een ziekte. Zembla filmt een aantal dagen op de geriatrie, de afdeling voor kwetsbare ouderen. Delier komt hier regelmatig voor. Patiënten komen alleen herkenbaar in beeld als ze daarvoor toestemming hebben gegeven. Patiënten met een delier worden niet herkenbaar in beeld gebracht. Oh. Zit er iets verkeerd bij de lip? U zit aan uw lippen te plukken, dat moet u niet doen. Nee. Ze is onrustig, bewegelijk. Ze zit aan de dekens te plukken en aan de lippen te plukken. Alsof daar iets zit, daar zit helemaal niks. Nou, dat zie je vaak bij patiënten die een delier hebben en hallucineren. Hè? Ze ziet er ook wel wat angstig uit. Dus dat zou heel goed met een hallucinatie te maken kunnen hebben. We zien het dus het meeste bij de oudere kwetsbare mensen in het ziekenhuis. Die zijn er sneller vatbaar voor. En dat komt alleen al door de leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe groter de kans dat je het krijgt. Maar die hebben vaak ook heel veel bijkomende problemen waardoor ze kwetsbaarder zijn. Ze zijn bijvoorbeeld, ze hebben geheugenstoornissen of zijn zelfs dement. Hebben wel eens een beroerte gehad of hebben suikerziekte of gebruiken medicijnen die een delier kunnen uitlokken. Zeg. Kunt u mij eens zeggen hoe oud u bent? Nee, mevrouw. Nee, mevrouw? Maar ik ben toch geen mevrouw? Ja. Tot 2 maanden geleden had ik er nog nooit van gehoord. Nee, dat is opmerkelijk, hè, dat het zo onbekend is. Terwijl als je erover vertelt of praat, dan is er altijd wel iemand die zegt, of heel veel zeggen dan van ja, maar dat heeft mijn opa ook gehad. Of mijn oom of mijn tante of... Hè. Maar je krijgt dan ook heel vaak te horen van, wij horen altijd dat daar niks aan te doen is. Of vader moest maar weer snel naar huis, want daar zou die wel weer in orde komen. Hè? Ons onderzoek naar het verschijnsel delier begint 2 maanden geleden, als we een e-mail ontvangen met alarmerende inhoud. De schrijver maakt zich zorgen over het veelvuldig voorkomen van het delier bij ouderen in het ziekenhuis. Op dit moment, ik schat het hier heel voorzichtig, liggen er 100 ouderen vastgebonden in Nederlandse ziekenhuizen op basis van een delier. Als je leest wat mensen doormaken, krijg je tranen in je ogen. We zoeken de schrijver van de e-mail op. Het is Hugo van der Wedde. Hij is verpleegkundige en socioloog. Al 10 jaar werkt hij in verschillende Amsterdamse ziekenhuizen. Nederland vergrijst en dat zie je ook terug op de afdelingen in ziekenhuizen. Dat je steeds meer hoogbejaarden hebt met chronische aandoeningen en...
juist deze mensen, als die een infectie krijgen, kunnen ze acuut in de war raken. En in het ziekenhuis zien we dat heel veel. En mensen buiten het ziekenhuis, die weten dat helemaal niet, dat dat kan gebeuren na een operatie of bij een infectie of wanneer mensen uitgedroogd zijn. En ik zie dat het gewoon heel veel gebeurt en steeds vaker zal gebeuren. De verwardheid ontstaat vaak van het ene op het andere moment. Patiënten raken in zichzelf gekeerd en stil of worden juist zeer onrustig, krijgen hallucinaties en gaan schreeuwen. In de beleving is het voor die mensen verschrikkelijk. Het is vaak een hele angstige episode, een soort van nachtmerrie, die zeer traumatisch is. Als mensen erop terugkijken, dan dat geeft posttraumatische stress bij een hoop mensen. Echt heel angstig. Maar dat is niet alles. Een delier leidt in veel gevallen ook tot ernstige gezondheidsschade. Je ziet dus dat de gevolgen van dat delier dramatisch zijn. Een kwart van de mensen zijn zo na een maand, anderhalve maand, zijn overleden. En dat is deels door de onderliggende ziekte, waardoor ze delirant worden. Maar als je dus daarvoor corrigeert, hè, als je dat uitsluit, hè, de onderliggende oorzaak, dan zie je nog steeds dat een groot deel van de mensen snel komt te overlijden. En na 3-4 jaar is ongeveer 60% overleden. De kans op een dementie na een delier is ook ongelooflijk groot. Die is ongeveer 12,5 keer zo groot als wanneer je geen delier doormaakt. Wie een delier doormaakt, overlijdt sneller en heeft ruim 12 keer zoveel kans om dement te worden, zegt dokter Kalisvaart. Hij baseert zich hierbij op verschillende wetenschappelijke studies. En dan zijn er nog de angsten en hallucinaties. We gaan op zoek naar iemand die een delier heeft doorgemaakt en komen in contact met mevrouw en meneer Kist. Wim Kist is 83. In 2012 krijgt hij een delier nadat hij in een ziekenhuis is geopereerd aan zijn knie. Ik moest plassen. En toen heb ik in de gang geplast, want de deuren van de wc, er waren 3 of 4 wc's en die waren op slot. En toen komt er zo'n verpleegster naar me toe en zegt ze, meneer Kist, gaat u naar uw bed? U staat hier gewoon te plassen. Ik zei, ja, als ik daar niet in kan, in die wc niet kan, toen zegt ze, hoe komt u erbij? Al die wc's zijn open. Bleek ook zo te zijn. Maar dat was de malligheid in mijn hoofd. Malligheid in uw hoofd? Ja, daar begon het dan mee. Het gebeurt hier, in het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp. De oorzaak van het delier is vermoedelijk de knieoperatie. Een operatie en een narcose kunnen op zichzelf voor oudere patiënten zulke indrukwekkende gebeurtenissen zijn dat ze een delier kunnen veroorzaken. Meneer Kist, die tot zijn operatie nog nooit in het ziekenhuis heeft gelegen, dolt 's avonds hallucinerend door de gang en plast tegen de muur. Het is allemaal in mijn kop gekomen. Ja. Het is heel naar geweest, ja. Het is nog naar, ja. Wat is er dan naar? Ja, de gedachte eraan. Ja. Dat het gebeurd is. Was u bang? Bang, angstig. Heel bang, ja. Toen u hoorde, uw man heeft een delier gehad. Wist u wat dat was? Nee, niemand. Mijn schoondochter niet, mijn dochter niet. U had er nooit van gehoord? Nee. Nooit van gehoord. Meneer Kist zegt dat het delier hem totaal veranderd heeft. We merken tijdens het interview dat zijn geheugen hem soms in de steek laat. Wat is me overkomen? Help eens even. Nou, dat je delier. Ja. Ja, dat was het ook weer, wat zeg ik. Ja. Is het sindsdien slechter gegaan met u? Ja, het is slechter gegaan, ja. Ja, ik ben... Wat dan? Wat is er dan slechter gegaan? Dan mijn hoofd, mijn geheugen. Ja. Geheugen. Ja. Dat is helemaal naar zijn grootje. Ja. Onlangs is bij meneer Kist de ziekte van Alzheimer vastgesteld. Een vorm van dementie. De kans is groot dat er een verband is met het doorgemaakte delier. Maar onomstotelijk bewijs hiervoor is er niet. Meneer en mevrouw Kist zijn voor de operatie niet voorgelicht over het delier en de mogelijke gevolgen ervan, zeggen ze. Ze hadden ons toch wel enigszins in moeten lichten van wat er zou ook kunnen gebeuren. Ja. Dat is niet gebeurd. Nee. Ze hebben er nooit met u voor over gesproken. Nee. Hebben ze bij u een test gedaan? Wat voor een test? Of u gevaar was dat u een delier zou krijgen? Nee. Nee. Geen test gedaan? Nee. Geen test gedaan? Nee. Vanaf 2012 moeten alle ziekenhuizen oudere patiënten voor de behandeling screenen op delier. Deze screening is onderdeel van het VMS-veiligheidsprogramma.
Een serie maatregelen die moet voorkomen dat mensen in het ziekenhuis onnodig schade oplopen als gevolg van de behandeling. Bijvoorbeeld doordat ze uit bed vallen, onder voet raken of een delier krijgen. Het risico op delier wordt bepaald aan de hand van 3 vragen. Over geheugenproblemen, of de patiënt in staat was voor zichzelf te zorgen en of hij eerder in de war is geweest. We doen navraag bij het ziekenhuis. Men wil om privacyredenen niet ingaan op de vraag of meneer Kist gescreend is. Het ziekenhuis laat ons wel het volgende weten. In januari 2012 zijn wij begonnen met het screenen van klinische patiënten van 70 jaar of ouder. Het ziekenhuis zegt hiervoor de voorgeschreven test met de 3 vragen te gebruiken. Dit is de VMS screeningsbundel. We leggen de VMS screeningmethode voor aan dokter Kalisvaart. Sinds een aantal jaren is er een VMS kwetsbare ouderen, dat is een veiligheidsmanagementsysteem. Dat zijn 3 simpele vragen die dan worden gesteld, waarbij je de echte risicopatiënten niet heel goed eruit haalt. Dus dan heb je of bijna iedereen is kwetsbaar of bijna niemand. Dr. Kalisvaart, die in 2005 promoveerde op delieronderzoek, vindt de VMS-screening ontoereikend. In het Universitair Medisch Centrum in Utrecht leggen we de VMS-methode voor aan hoogleraar verplegingswetenschap Marieke Schuurmans. Zijn die vragen de goede? Ik heb daar wel mijn twijfel over. Waarom twijfelt u daar? Omdat ik het niet onderzocht heb. Omdat ik weet dat er mensen zijn die niet positief scoren op die vragen en toch een delier ontwikkelen. Ik denk dat er dus in heel veel ziekenhuizen misschien wel plichtmatig gescreend wordt. Dit soort dingen gedaan worden. Maar ik vraag me af of ik weet al zeker dat daar gewoon te weinig vervolg op gedaan wordt. Er zijn ziekenhuizen waarvan ik denk dat de zorg voor oudere patiënten nog niet de prioriteit heeft die het zou moeten hebben. De gebrekkige delierscreening komt ook naar voren in dit rapport van onderzoeksbureau Nivel uit 2013. Uit het rapport blijkt dat ongeveer 40% van de patiënten niet met de voorgeschreven VMS-screeningbundel wordt gescreend. Het rapport zegt: in het gehele ziekenhuis is een attitudeverandering nodig in de zorg aan kwetsbare ouderen. We zijn terug in Haarlem, op de afdeling geriatrie van het Kennemer Gasthuis. Hier heeft het voorkomen van delier bij ouderen een zeer hoge prioriteit. Bovenop de verplichte VMS-screening hanteert het ziekenhuis een speciale werkwijze om het delier bij kwetsbare patiënten te voorkomen. Patiënten zoals mevrouw Luik. Ze is met spoed opgenomen. Het is een vrouw van 85 jaar oud met heel veel pijn in de heup. En heeft daar heel veel verschillende medicijnen voor gekregen. Waar ze eigenlijk steeds zieker van werd. Dag mevrouw Luik. U bent moe, hè? Ja. Heel moe. Ik ga toch even een paar minuten met u praten. Vindt u het goed? Slaperig. Slaperig. Ja. Wat we nu gaan doen is het delierrisico in kaart brengen. En dan gaan we maatregelen nemen om te voorkomen dat ze ook delirant wordt. De eerste stap is het doen van een uitgebreide screening. Daardoor is dokter Kalisvaart veel beter in staat het risico op delier te voorspellen. Alles wordt ingevuld op een lijst. Wij zijn altijd erg benieuwd om te kijken of ze een kans hebben om een delier te krijgen. Om? Een delier te krijgen. Wat is dat? Een delier, dat is een acute verwardheidstoestand. Oh. Dan ga ik u 3 woorden noemen. Die moet u mij nazeggen. En dan kom ik er straks nog even op terug. Kan dat? Ja. Ja? Appel, tafel, sleutel. Oh, appel, tafel, sleutel. Onthouden, hè? Ja. Ze wordt acuut opgenomen. Er is dus een acuut probleem, een acute reden om hier te zijn. Ze heeft dus mogelijk geheugenproblemen. Ze is ouder dan 75, hè? Ze is 85. Ze is doof, of in ieder geval heel slechthorend. Weet u nog welke 3 woorden dat waren? Begon met een appel. Appel. Weet ik niet meer. Nee. Erg, hè? Uit de test blijkt dat mevrouw Luik een zeer grote kans heeft om een delier te krijgen. Vrijwel alle factoren die een delier kunnen veroorzaken zijn aanwezig. Ze gebruikt meer dan 5 medicijnen. Ze heeft wel op hoge bloeddruk en ook een aantal andere problemen. En ze heeft eerder een delier gehad, volgens haar dochter. Hoeveel punten levert dat op? Het levert dus 11 punten op van de 12 die ze kan krijgen. Dat is heel veel. Ja. Ja. Als u hier nou niets aan doet? Dan weten wij uit ervaring en van onderzoek dat de kans dat ze het dan krijgt, zo'n delier, dat 100% is. Dan krijgt ze gewoon een delier. Ja.
Om te laten zien wat er gebeurt als iemand een delier heeft, laat dokter Kallisvaart een filmpje zien van een man die hij een aantal jaar terug zelf filmde in het ziekenhuis en nu gebruikt als lesmateriaal. Hij is zeg maar normaal van geest het ziekenhuis binnengekomen, is geopereerd en is daarna volledig ontspoord, geestelijk ontspoord. Ja, begonnen. Wat dacht. Hij ligt hier nu wat te kreunen en hier zie je dat hij erg onrustig is. Hij is helemaal in de war. Hij is helemaal volkomen in de war. Hij is waarschijnlijk heel angstig en wil in eerste plaats uit die zak. Maar dan is er dus een sterke neiging om vanuit die angst om te vluchten. En die angst is zo groot dat je dus dan zelfs uit bed gaat. En dit doen ook mensen die net hun aan een gebroken been geopereerd zijn. En die klimmen dus uit bed met hun gebroken been. Verpleegkundigen staan nou naast me om meteen in te grijpen. Je laat zo iemand natuurlijk niet alleen onder deze omstandigheden. En we wachten nu op het effect van de medicijnen. Deze man weet totaal niet waar hij is. Nee, hij weet totaal niet wat hij aan het doen is. Hij weet niet wat hij aan het doen is. En is dus waarschijnlijk met omringd door allerlei dingen, visioenen en geluiden. Het is heel heftig. Dit is uitermate heftig. En als je dit meemaakt als familie, terwijl je net gisteren je vader in goede toestand hebt ingeleverd in het ziekenhuis, dan denk je, wat gebeurt er? Hij wordt acuut gek. Een delier maakt dat mensen een soort van onbehandelbaar worden. Weet je? Ze eten en drinken niet meer, trekken hun slangen eruit. En als je dat dan wilt tegengaan, dan kom je helemaal in een uitzichtloze situatie van een hoogbejaarde ernstig zieke die daar vastgebonden op bed ligt met allemaal slangen. En dat is een schrikbeeld voor iedere verpleegkundige. Patiënten die lopen te gillen. We hebben laatst een patiënt gehad die elke 2 minuten riep om hulp. Ik stik, help, ik stik. Het extreme is het uittrekken van eventuele zondes, mochten die aanwezig zijn. Infusen, katheters, tot toch ook wel agressief gedrag. Tot slaan en vooral uit angst. Dus op een gegeven moment heb je wel zoiets van, hou je mond. Ja? Maar ja, dat werkt niet. Nee. Terug naar mevrouw Luik. Zij werd binnengebracht met pijn in haar been. De kans dat ze een delier krijgt is zeer groot. Zo blijkt uit de score op de ingevulde vragenlijst. En dat is een score van 10 of 11, kom ik uit. Wat betekent dat? Dat betekent dus dat de kans dat u de kluts kwijtraakt, terwijl u hier in het ziekenhuis ligt, heel groot is. Oh. En dat betekent dat we wat aanvullende maatregelen nemen om te voorkomen dat gaat gebeuren. Oh. Eigenlijk is het bazaal wat we doen, is goede zorg leveren. Dat klinkt een beetje gek, want je verwacht dat sowieso gebeurt in het ziekenhuis. Alleen, je moet soms dingen wat beter richten. Hè? En dan is er dus een hele lijst van zeg maar, algemene maatregelen die we nemen. Hè? Als een patiënt de neiging heeft om dag en nacht om te keren, dan moet je hem zo dicht mogelijk bij het licht leggen. Je moet zorgen dat als ze geopereerd worden, dat dan het gehoorapparaat aan is en zijn bril op hebben. Want anders kom je toch al angstig en misschien een beetje in de war bij een anesthesist. En dan kan je hem niet zien en je kan hem niet horen. We kijken naar dingen als, kan iemand zien dat wat verdacht is vandaag met een kalender of met een klok. Hè, dat zijn ook hele simpele dingen. We laten de verpleging dingen uitleggen, wat vaker dingen uitleggen dan ze gewend zijn. Maar ook gewoon meerdere keren per dag de patiënt controleren, kijken of mensen wel of niet bijvoorbeeld dingen gaan zien die er niet zouden kunnen zijn. Maar ook medicatie. Heel vaak komen mensen binnen met veel te veel pillen die allemaal tegenstrijdig kunnen werken. Dus we saneren de medicatie. Dus het is zo ongelooflijk makkelijk eigenlijk om dit soort problemen in goede banen te leiden en het te voorkomen. Bedankt. We zorgen goed voor u, hè? Dr. Kallisvaart geeft patiënten die risico lopen op een delier preventief ook een kleine dosis van het antipsychoticum Haldol. De patiënt wordt regelmatig geobserveerd om te kijken of alle maatregelen effect hebben. Verbeteringen of verslechteringen worden bijgehouden in een speciaal ontwikkelde lijst, de delirometer. Het belangrijkste is altijd dat we gewoon de ziekte die aan de grondslag ligt bij die patiënt, dat we dat behandelen. Dus daar zijn we mee bezig. Maar we zijn dus ook het delier aan het behandelen. En wat we dus doen is 3 keer per dag bij die persoon vastleggen hoe de situatie is. En dan zie je dus door de maatregelen die we nemen dat het ook beter gaat.
Uit onderzoek van het ziekenhuis naar deze werkwijze blijkt dat de kans op een delier bij hoogrisicopatiënten zoals mevrouw Luik na het nemen van de maatregelen aanzienlijk afneemt. Zonder de maatregelen krijgt ze vrijwel zeker een delier. Met alle maatregelen is die kans nog maar 20%. Dat is in het ziekenhuis. Maar hoe gaat het in de thuissituatie? Ouderen moeten steeds langer zelfstandig blijven wonen. Ze kunnen thuis ziek worden en daardoor een delier krijgen. Buiten het ziekenhuis zie je dat het misschien wel net zoveel voorkomt als binnen het ziekenhuis. Als mensen thuis hoogbejaarden een blaasontsteking krijgen, kunnen ze ook in de war raken. Als de kennis in het ziekenhuis vaak al minimaal is bij heel veel specialisten, en is de vraag hoe goed de kennis bij de huisartsen is op dit gebied, of de thuiszorgmedewerkers, want die zien vaak dan de eerste symptomen. Die komen 's ochtends bij iemand en die is dan de kluts kwijt. En wordt dan de link gelegd naar een delier. En weten ze dan... Wordt die gelegd? Heel vaak niet. Het signaleren van een opkomend delier is in de thuissituatie van groot belang. Maar ook hier gaat veel mis. We gaan naar Velp en hebben een afspraak met Siska Zerstegen. Ze werkt bij de Gelderse thuiszorgorganisatie STMG. Bij een speciaal thuiszorgteam dat hulp biedt aan terminale patiënten en hun familie. Ze vertelt dat het delier bij patiënten in de laatste fase van het leven regelmatig gemist wordt. Ik denk als je daar niet helemaal zo gespecialiseerd in bent en geschoold in bent, dat het best moeilijk is om het goedtijdig te zien. Hoe is het dan om te sterven als je een delier hebt? Nou ja, voor de patiënt dat kan zich uiten in kreunen of schreeuwen, onrustig met de arme benen bewegen. Dus dat ziet er voor de patiënt ook al belastend uit. En voor de familie, die ziet hun dierbare, hun partner of hun vader of hun moeder, ook onrustig, angstig, kreunend, schreeuwend sterven, zeg maar. Ik ga nu bij een patiënt van ons langs, waar we al vaker zijn geweest. En deze week hebben we eigenlijk eerste signalen gezien wat kan duiden op het ontstaan of het ontwikkelen van een delier. Hallo. Ja, hallo van de thuiszorg. Het delier komt bij terminale patiënten vaak voor omdat ze extreem zwak en ziek zijn. We gaan naar meneer Van den Broek. Hij heeft darmkanker. Artsen hebben hem verteld dat ze niets meer voor hem kunnen doen. Hij heeft een beginnend delier en ziet regelmatig waanbeelden. Ik heb 2 dozen knikkers. Een doos met zwarte en een doos met rode. En 's morgens word ik wakker en dan moet ik zwarte knikkers pakken en rode knikkers. En dan moet ik die in een zak doen en dan moet ik gaan tellen. En als ik meer zwarte knikkers heb, dan is het die dag voor mij afgelopen. Dan heb ik meer rode knikkers, dan heb ik er nog een dag bij. Maar er zijn helemaal geen knikkers? Nee. Dat hallucineert u? Ja, ja. We zijn daar wel bedacht op omdat dat niet te belastend is voor de patiënt of voor de familie. Zodat het een heel naar sterfbed kan gaan worden. Meneer Van den Broek krijgt medicijnen om de deliersymptomen, zoals de hallucinaties en de angst, zo goed mogelijk te bestrijden. En de periode voor het sterven voor hem en zijn vrouw zo draaglijk mogelijk te maken. Hoe lang heeft u nog? Vandaag zeg ik van, nou, ik hoop de finale van het voetbalschap nog mee te maken. Het WK voetbal? Ja, maar morgen kan ik wel zeggen, ik ben blij op de week halen. Dat is ook het lastige van een delier natuurlijk, dat zo wisselend kan verlopen. Op enig moment is iemand eigenlijk heel helder en gewoon een gesprek met je aan het voeren. En je bent de deur uit en iemand kan opeens onrustig, verward zijn. Dingen zien die er niet zijn. En als je daar dan niet actief naar vraagt, ja, dan mis je het moment. Onlangs is daarom de richtlijn voor huisartsen aangescherpt. Er moet meer aandacht komen voor het signaleren en voorkomen van het delier in de stervensfase. Terug naar het Kennemer gasthuis. Naar mevrouw Luik. Gisteren werd ze acuut opgenomen. De kans op een delier werd bij haar ingeschat op zeer hoog. Er volgden maatregelen om dit te voorkomen. De volgende dag gaat dokter Kalisvaart kijken hoe het met haar is. Hoe heeft u geslapen? Prima. Ja? Ja, prima. Niet wakker geweest? Nee hoor. Geen nachtmerries gehad? Ja, ik heb wel geplast een keer. Ja, wel een keer geplast. Ja. Maar niet wakker geworden omdat u
de kluts kwijt was? Oh, nee hoor. Nee? Weet u waar u bent op dit moment? Ja, ik kan naar mijn gasthuis. Ja, natuurlijk. Ja. Weet ik dat. Ja, oké. Als je haar nu ziet, is bijzonder helder, adequaat, coherent. En is er geen sprake van een delier? Ik neem aan dat dit in alle ziekenhuizen gebeurt. Nee. Dit met zo'n score en alles op een rij zetten, dat gebeurt dus hier standaard. Hè? Dit is gewoon een onderdeel van de verpleegstatus. Dus dat gebeurt door de verpleging bij elke patiënt. Dat zou dus overal kunnen gebeuren. In ziekenhuizen? In ziekenhuizen. Maar dat gebeurt bijna nooit. Hè? Ja, ik vind dat toch wel jammer, maar eigenlijk ook een beetje schandalig. Het gaat gewoon, het grootste gedeelte van de maatregelen die je neemt, gaat gewoon om goede zorg bieden, aandacht besteden. Dat is helemaal niet duur, dat kost allemaal, het is allemaal peanuts in vergelijking met wat we zeg maar aan high-tech dingen kunnen doen. Je moet dit gewoon doen. Het delier, die diagnose, kun je alleen maar stellen op basis van gedragsobservatie of testen. Daar heb je dus deskundigheid voor nodig in de vorm van een geriater of een psychiater of een constatief verpleegkundige die dat kan doen en die is niet overal beschikbaar. Er is een aantal jaren geleden een onderzoek gedaan, gewoon naar de kennis onder artsen, co-assistenten, specialisten, huisartsen, van wat weet je er nou van en wat zou je eraan kunnen doen en hoe zou je het kunnen opsporen. Nou, dan blijkt dat schrikbarend laag te zijn, die kennis. Zo'n probleem als het delier vraagt daadwerkelijk een andere manier van denken, een andere manier van kijken van een hele organisatie. Door uitgebreide screening, nadruk op goede basiszorg en aandacht voor de patiënt, zegt het Kennemer Gasthuis dat het gemiddeld aantal in het ziekenhuis ontstaande gevallen van delier de afgelopen jaren is gedaald. Van 40% tot 20%. In 2013 gaat het om 69 gevallen. We willen weten hoe vaak een delier voorkomt in alle Nederlandse ziekenhuizen. Het enige cijfer dat we kunnen vinden komt uit een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het is een oud rapport uit 2005. En je kunt er alle kanten mee op. Volgens de inspectie komt het delier in 2005 tussen de 40.000 en 160.000 keer voor. We willen weten hoe het nu is. Nou, kent u de situatie in verschillende Nederlandse ziekenhuizen. Wordt daar nou eigenlijk bijgehouden hoe vaak dat delier voorkomt? Nee, ik heb niet de indruk. Hoeveel delieren komen er jaarlijks in ons land voor? Dat zou ik u niet zo kunnen zeggen. We sturen een e-mail naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg. We vragen hoeveel oudere patiënten jaarlijks een delier krijgen in het ziekenhuis. De IGZ weet het niet. De inspectie zegt: het aantal patiënten met delier is niet goed bekend, omdat de stille vorm zo gemakkelijk te missen is. De IGZ kan niet vertellen hoe vaak het delier voorkomt. De inspectie meet op dit moment alleen of ziekenhuizen een delierprotocol hebben, bij welke patiënten het gebruikt wordt en hoe vaak dat gebeurt. Volgens de inspectie hebben vrijwel alle ziekenhuizen inmiddels zo'n protocol en wordt er steeds vaker gescreend. Maar volgens hoogleraar Schuurmans zegt dit niet zoveel. Wat je ziet is dat natuurlijk mensen gaan registreren. En dat doen ze omdat de inspectie dat vraagt. Maar op het moment dat je niet ook die outcome, hè, dus inderdaad hoeveel mensen zijn er nou delirant bij u in huis geworden, als je dat niet ook meet, dan weet je natuurlijk niet of de zorg effectief verbeterd is. In het IGZ-rapport uit 2005 slaat de inspectie alarm over het delier in ziekenhuizen. Er is een gebrek aan kennis en kunde en het ontbreekt aan een ziekenhuisbreed beleid. Dat was in 2005. Is de situatie verbeterd nu er meer gescreend wordt? In een rapport van de IGZ uit 2013 over het delier in ziekenhuizen lezen we: er is geen structurele deskundigheidsbevordering en het ontbreekt aan samenwerking in de ketenzorg. Onduidelijk is in hoeveel procent het delirium niet of niet volgens de gangbare richtlijnen behandeld wordt. Hoe vaak zien we het niet? Getallen over het missen variëren van rond een derde tot een kwart tot. Hè, daar zijn de meningen erg over verdeeld. Maar er wordt een heleboel gemist. De voorbode, dat als het delier nog als een waakvlammetje soort van opkomt, daar is nog weinig oog voor. En die fase, daar moet meer oog voor komen en dat moet serieuzer worden genomen door artsen en verpleegkundigen. Naar schatting een derde van het aantal gevallen van delier wordt gemist. Er wordt meer gescreend, maar het effect daarvan is niet bekend. Ziekenhuizen beschikken niet altijd over voldoende gekwalificeerd personeel. Maar er speelt nog een ander probleem, horen we van Jan Klein,
emeritus hoogleraar patiëntveiligheid. Je moet om een delier te voorkomen samen kunnen werken als team tussen medisch specialismen, tussen vakgroepen, tussen maatschappen. En dat doen we niet van nature. Waarom niet? Omdat de structuur van de zorg zo is dat je allemaal je eigen ding doet, om het maar zo te zeggen. Wat ik jammer vind, dat er dus een soort strijd is tussen vakken of mensen, specialisten van, dit is mijn patiënt. Nou, en die wil de geriater daar niet bij hebben. Die wil de geriater er liever niet bij hebben. Dus op dit moment staat u eigenlijk achteraan in de rij? Op dit moment staan wij meestal achter in de rij, ja. He? Gaat dat ten koste van die kwetsbare ouderen? Ja, soms wel. De patiënt die wordt de zorg onthouden waarmee je dat de lier of andere specifieke problemen bij oudere patiënten kan voorkomen. We willen onze bevindingen voorleggen aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. We vragen een interview aan. De NVZ schrijft ons dat het thema kwetsbare ouderen zeker nog aandacht nodig heeft en in ziekenhuizen nog niet overal voldoende geïmplementeerd is. Maar het interviewverzoek wordt afgewezen, omdat volgens de woordvoerder... wij niet dieper op de inhoud kunnen ingaan dan dat ik u nu schets. Na al het voorgaande is dat op zijn minst vreemd. We herhalen ons verzoek en sturen de bevindingen van de deskundigen en van de inspectie mee. We ontvangen daarop de volgende reactie. Wij hechten aan een evenwichtige weergave van de feiten. De NVZ heeft er geen vertrouwen in dat Semla dit zal doen. In ziekenhuizen, daar lopen artsen en verpleegkundigen rond en die willen graag mensen redden en beter maken. Daar schuilt heroïek in en dat is prachtig. En ouderen, hoogbejaarden, waar je eigenlijk een soort van... Waar heroïek niet zo heel veel zin heeft, die meer soort van risico's met zich meebrengen, die afhankelijk zijn, die je eigenlijk bij alles moet helpen en die in dat opzicht soort van lastig zijn, die hebben binnen het ziekenhuis toch minder status. Waarom zijn we dan in Nederland op heel veel plaatsen daar nog helemaal niet goed mee bezig? Ja, omdat we nog steeds, ja, denk ik, het minder belangrijk vinden of minder sexy vinden of minder... Minder belangrijk vinden. Ja, minder belangrijk? Minder belangrijk. We collecteren voor het hart, want een hart is een emotioneel gebeuren. En voor kanker en voor zieke kindjes. Hè, maar oude mensen die wat mankeren, dat heeft gewoon minder aandacht en minder belangstelling. We'll be right back.